daar is Sinterklaas! Hallo Sinterklaas, wat fijn dat u er bent. Kom maar lekker binnen, want u bent hier al bekend. Strooi dan wat lekkers in een of andere hoek. Wat staat er in het grote boek? Hallo Sinterklaas. Hallo Piet. Normaal zie ik jou altijd op de kade met Marco. Maar dit is de eerste keer dat je op de boot bent, nu. Ja. Waarom is dat? Ja, dat klopt, Sterre. Dit jaar mocht ik met Sint-Nicolaas meevaren. Want het was een hele slechte, zware reis. Want we hebben heel veel slecht weer gehad. Daarom, er zijn ook heel veel Pieten ziek geworden. En omdat ik dus nu ben ingevallen voor de zieke Pieten een beetje, ben ik nu dit jaar ook op de boot. En bent u nog nooit zeeziek geworden? Ja, ik ben wel zeeziek geworden, moet ik zeggen. Want we waren halverwege Frankrijk. En toen ben ik echt ziek geweest. Er waren hele grote golven. En je kunt het ook wel zien, want ik ben een paar keer overboord gaan hangen om te spugen en met een zakdoek. En ja, dat was echt verschrikkelijk. Zijn de golven in Frankrijk nou groter dan in Nederland? Ja, die zijn groter, ja. Ja. Bij ons gaan ze, in Nederland gaan ze zo. En in Frankrijk gaan ze zo. Dan gaan ze precies de andere kant uit. Heb ik gemerkt, hè? Wat vind je nou het leukste aan Piet zijn? Het leukste aan Piet zijn is dat je al die blije kindergezichtjes ieder jaar weer ziet. En de vreugde die de kinderen uitstralen als Sint-Nicolaas met zijn gevolg weer in Nederland komt. En ben je al heel vaak in Kuik geweest? Ik ben al heel vaak in Kuik geweest. Al heel vaak, ja. Ja. Wat was nou het leukste moment in Kuik? Het leukste moment in Kuik. Ik denk dat ik dat niet kan zeggen wat het leukste moment was. Ze zijn allemaal even leuk. Ook dit jaar zal het best weer heel leuk worden. En wat is jouw favoriete liedje om te zingen? Piet ging uit fietsen. Kunt u het stukje zingen? Ja, dat kan ik wel. Onze Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn band. Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand. Wil je het helemaal horen? Ja. Toen kwam hij bij een dorpje en zei tegen de smid: ik denk dat er in mijn achterband een pepernootje zit. Je bent dus al heel vaak geweest. Ga je ook nog vaak komen? Ik zou dat wel willen, Sterre. Maar ik heb aan Sint-Nicolaas gevraagd of dat ik dit als laatste keer mag gaan doen. Omdat ik eigenlijk met pensioen wil gaan. En in Spanje duurt het altijd heel lang voordat je met pensioen mag gaan. Maar Piet is inmiddels 70 jaar. En dan heeft hij zoiets van: de andere Pieten die kunnen veel beter op het dak klimmen als ik. Dus ik ga het nu een beetje rustig aandoen. In Spanje ga ik de cadeautjes inpakken. Dat vind ik wel heel jammer, Piet. Maar denk je dat de andere Piet het zo goed kunnen als jij? Daar ben ik van overtuigd dat ze dat kunnen. Ja, ja. Dus we hoeven niet bang te zijn dat we geen cadeautjes meer krijgen? Nee, daar hoeven ze niet bang voor te zijn. En ze zijn ook veel leniger als Piet. Want als Piet het dak op moet klimmen, dan heeft hij al wat moeite. Hij is zojuist ook hier op de boot even gevallen. En die andere Pieten, die vallen niet, hè? Dankjewel, Piet. Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Sinterklaas, dank u wel dat we weer op uw boot mee mogen. Hoe was de reis geweest? Het was een verschrikkelijk lange reis, Sterre. Veel slecht weer, veel storm en regen. Maar gelukkig zijn we weer in Kuik dit jaar. Heeft u wel een beetje kunnen slapen onderweg? Nou, dat ging wel. Ik ben uit mijn bed gegaan en ik heb een hangmat opgehangen. Dan schommel je niet zo op de golven mee. Dan kun je toch nog wel even redelijk slapen, ja. En wat heeft u nou allemaal gedaan van de zomer in Spanje? Nou, we hebben natuurlijk in Spanje ook de code geel gehad. Heb ik net nog even gekeken. Nu is het rood en oranje op sommige plekken. En we hebben toch alle voorbereidingen getroffen, hè? Want je kunt niet tot het laatste moment wachten en dan zeggen van: we hebben geen cadeautjes voor de kinderen. Die hebben we wel allemaal ingepakt. Die zitten op de boot en op een andere boot nog. En alle kinderen die krijgen dus
vast en zeker wel iets lekkers of een leuk cadeautje als we de schoen zetten. En ja, wat erin zal zitten, dat blijft een verrassing. Dat weet Sinterklaas ook niet. En wat is nou het leukste cadeautje dat u heeft ingepakt? Oh, dat is een hele lastige vraag, Sterren. Maar het leukste cadeautje, dat vinden wij toch altijd nog wel de bordspellen. Hè? Dat is ganzenbord, Monopoly. Dat vinden wij nog wel hele leuke spelletjes, ja. Maar ook knutseldozen van Lego en technische Lego en dat soort zaken. Maar ook voor de hele kleintjes, houten speelgoedtreintjes. Sinterklaas, wij komen dadelijk aan in Kuik. Welk liedje zou je nou graag willen horen? Nou, het onvermijdelijke Sigins komt de stoomboot. He, dat is een van mijn lievelingsliedjes als we in Kuik aan de wal komen. He. Op zee hebben we natuurlijk weer andere liedjes. Maar dit is toch wel het mooiste lied wat er kan zijn. Sigins komt de stoomboot. Sinterklaas, bij sommige mensen komt natuurlijk ook de kerstman. Maar heeft u nou ook gewoon cadeautjes voor Sam en David en Matthijs en Ilse en Jelle en Ellie? Ja, natuurlijk Sterren, maar we hebben ook voor Raza en Ahmed en noem nog eens een paar namen. Mohammed en Fatima. Mohammed en Fatima en nog een heleboel kinderen. En ook voor Janus hebben we ook een heel leuk cadeautje. Te veel om op te noemen, die staan allemaal in het boek. En ik ken ze bijna allemaal van buiten, maar als ik die nu allemaal ga opzeggen, dan staan we over een uur nog hier in de wind. Ik heb gezien dat de pieten een beetje bleek zijn. Wat is er gebeurd? Nou, op de eerste plaats komt dat natuurlijk door de zware zeereis. We hebben een oude boot en daar gaan wel eens dingetjes kapot aan de motor. En omdat Sinterklaas ook moet bezuinigen, hebben de pieten het zelf moeten repareren. En ze hebben natuurlijk hele mooie kleren aan. En dan is het de bedoeling dat je die kleren in de vies maakt. Maar hebben ze, omdat het ook warm was in de boot, hebben ze dat in het gezicht afgespeerd. En daarom zie je die grijze en die zwarte vlekken. Dat is even wennen, maar het staat wel, vind ik. Maar ze doen nog steeds hun werk zoals het moet. Het is nog steeds het ouderwetse handwerk in de machinekamer van het schip. Een oud schip, maar zeer betrouwbaar. Sinterklaas, we zijn bijna in Kuik. Ik zie de kerk al aankomen. Heeft u er zin in? Ik heb er zoveel zin in en mijn Pieter ook. En die Martinuskerk, hè? Ieder jaar weer is dat het baken aan de Maas. Er zijn al een heleboel bakenbomen weggehaald langs de Maas. Maar de Martinuskerk in Kuik is altijd een punt waar wij op ons richten. Dankjewel Sinterklaas. Graag gedaan en heel veel plezier de komende tijd, Sterren. En ben maar benieuwd naar wat jouw cadeautje gaat brengen. Ik zie dat jullie jouw cadeautjes hebben. Voor wie zijn die? Sterren, we hebben heel veel cadeautjes meegenomen. Het hele ruim ligt nog vol met cadeautjes. Maar ik heb er een aantal meegenomen, dat had je goed gezien. Want daar staan natuurlijk namen op, hè, en die moeten wij gaan rondbrengen. Maar Sint-Nicolaas, ik heb hier cadeautjes voor bijvoorbeeld voor Sanne. Voor Sanne en voor Jacob. En voor, ook voor jou zit er een bij, Sterren. Maar ik heb er ook eentje voor David. En ik heb er een voor Sam. En voor Leandro. Maar die wonen toch veel, die wonen heel ver weg. Sint-Nicolaas, hoe kan dat? Dat wij die hebben? Ja, die gaan vanzelf wel naar de juiste kinderen toe. Want we hebben ook nog Fatima en Mohammed. Ja. Die moeten ook nog cadeautjes krijgen, hè? Maar die hebben we wel allemaal, maar er staan namen op, hè? Ja, er staat hier staat David op, maar David woont toch niet in Kuik, Sint-Nicolaas? Nee, maar dat gaat met de pieten mee. Oh, en dat is ook voor Sam en die andere jongens. Ja, want Sam woont in België. Sam die woont in Lommel. Ja. In België heb ik ook een cadeautje hier. Daarom, ja. Maar dat gaat goed komen, Sint-Nicolaas. Helemaal. Gelukkig. Ongetwijfeld. Gelukkig, dankjewel. Oh, dankjewel, Sinterklaas. Oké. Goed zo. Ja, ik zie de kerktoren al. Ja. En daar hebben we de kade. Ja, dat komt eraan. Piet, we komen steeds dichterbij hoor. Ja. Ja, dat gaat helemaal lukken. We hebben de goede zorgen van Jozef en Corina ook gehad natuurlijk. Ja, ja. Die hebben ons door dit moeilijke traject geloodst. Onder de brug door bij Katwijk, dat vond ik wel spannend hoor. Dat ging maar net. 10 centimeter hadden we over. Het is natuurlijk ook wat hoger water vandaag, veel geregend,
Ik hoop dat er heel veel kindertjes zijn, Piet. Ja, dat hopen we allemaal, hè? Ja, want het is wel slecht weer, maar we hopen toch dat er veel kinderen op de kade staan daar. Want daar doen we het dan voor, hè? Ja, het is wel heel slecht weer, wat zegt de Klaas? Ja, 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 wie had dat gedacht? Nou. In de zomerdag 40 graden. Ja, nu in Holland dan. En nu weer dat echte Hollandse weer, hè? Van de andere kant, Piet. Is het ook wel lekker voor de snert en de stampot? Ja, dat gaat er wel in, hè? Ja, zeker. Pepernoten stampot, verrukkelijk. Geweldig. En een taai-taai-tje erbij, heerlijk, heerlijk. En dan een beetje fondant als jus erin, kuiltje in de stampot. Oh, je bent er lekker bij. Jazeker, jazeker. Ik mag van de dokter nog steeds alles hebben. Ja? Ja. Oh. Maar met Maarten. Met Maarten. Want Piet, je moet ook aan je figuur denken, hè? Je moet gezond blijven. Dat is tegenwoordig heel belangrijk. Ja, ja, inderdaad. En afstand houden, hè? Afstand, dat is heel erg belangrijk, hè? Ja. We hebben daar iets van meegekregen toen we in Holland bij Rotterdam de Maas op gingen varen. Allemaal borden van 1,5 meter afstand of zo. En dan natuurlijk mondkapjes. Behalve als je aan het praten bent, dat hoeft dat niet, want dat is heel lastig. Ja. Oh Piet, ik ga er een beetje van stotteren, want ik vind het toch wel heel spannend worden hoor. Ja? Ja. Oh. Hebben we toch 3,5 week op zee gezeten? Ja. En dan is het toch wel heel spannend om die kindertjes dadelijk te zien. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoor. Klaas, ik hoor helemaal geen kinderen. Ik ook niet, het is wel heel erg stil. Piet, er zijn helemaal geen kinderen, ik hoor niets. Het is wel heel erg stil. Sinterklaas, ja. Er zijn geen kinderen. Helemaal geen. Oh jee. Oh. Wat is hier aan de hand? Ik zou het niet, hebben wij iets gemist dan of zo? Het is toch wel dat we vandaag hier moeten... Ja, het is 15 november hoor. Kan dat? 15 november zouden wij aankomen. Sint-Niklaas, ik snap er helemaal niets meer van. Geen kinderen. Ik hoor ook niets. Normaal hoor je ze altijd zingen. Aan de overkant, hallo, hè? Hallo Sinterklaas, ik hoor niks. Nee. Normaal hoor je ze altijd zingen. Maar we zijn wel een kuik. Kijk daar, de Kuikse vlag. Waar zwaait u nu naar, Sint-Niklaas? Er staat toch helemaal niemand? Ja, daar, daar. Ook daar, ja. Daar zie ik al mensen heel enthousiast zwaaien. Dat zijn er toch een paar. Ja, ze zijn toch wel een aantal mensen. En daar staat ook nog een cameraman. Daar staat iemand onder een paraplu. Dat is Harry. Is dat Harry? Cameraman Harry. Ja. Ik ben blij dat u hem kent, Sint-Niklaas. Ik ken hem niet. Ja, 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 ja. Harry was vroeger de chef van de pepernoten en de taai-taai afdeling. Echt waar? Ja. Nog voor mijn tijd? Voor jouw tijd. Is die al zo oud dan? Harry is stokoud. Maar nog wel heel vitaal en fit. Oh. Nou. In de kerk. Ziet u, er is helemaal niemand. Niks, hè? Helemaal niks. Zitten ze in de kerk? Misschien. Net zou kunnen. Omdat het zo slecht weer is. Omdat het zo slecht weer is, hè? Kijk. Het is net een spelletje. Waar ik net zei, Harry, dat moet Kees zijn. En daar is Harry. Cameraman Leon. Cameraman Leon was die ander, hè? En die is nog niet zo oud. Maar deze, Harry... Ziet u Sinterklaas? Niemand. Niemand! Helemaal niemand! Geen kinderen! Er staat één kale meneer. Nou, ja. Eén kale meneer met een mondmasker. Ja, de kerk. Ja, de kerk. Paniek hier! Waar is iedereen? Meneer, kunt u mij vertellen waar al de kinderen zijn? Meneer? U weet het ook niet. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Dat wordt enkele reis gemeentehuis. Oh, jongens toch. Heel de boot ligt vol met pakjes en geen kinderen. Wat hebben we die nou geven? Geen pepernoten. Geen
Ja, dit gaan we uitzoeken hoor. Dit gaan we uitzoeken. Sinterklaas. Sinterklaas, ik ben best een beetje verdrietig. Ja, ja. Ik zie het aan je ogen, Piet. Want we hebben heel die reis gemaakt, Sinterklaas. Ik zie het aan je ogen. Je bent zo verdrietig. Bijna nog, Piet. Bijna. Wat is er aan de hand? Piet, inderdaad, we zien niemand. Geen kinderen. Hoe kan dat nou? Hebben wij iets gemist misschien? Normaal staan er honderden hier altijd. Ik dacht daar straks al, ik hoor helemaal niets. Nee, we hebben helemaal geen liedjes horen zingen. Helemaal niks. Wat erg is dit? Waar zijn ze? Daar is maar één man die dat kan weten. En dat is dan zin? De burgemeester. De burgemeester? We gaan er naartoe. Waar woont hij dan? Het gemeentehuis, denk ik. In het gemeentehuis? Ja. Dat is die kant op. Dan gaan we. Sinterklaas, gaat u voor? Nee, gaan jullie voor, Pieter? Ja, oké. Okay. Oh jee. Pas op, Hofiet. Oh, wat erg. Zoek naar de kinderen. Hebben we dat heel stuk gevaar, Sinterklaas? Naar het gemeentehuis. Drie weken onderweg en dan is het dit. Heel de week gevaar. Hallo, okay. Hallo. Ja, 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 ja. Kijk eens achter die bakken, kinderen. Of dat zijn kinderen, Johan. Pieter. Achter die bloembakken. Hey. Sint, komt u maar. Oh, u staat op uw jurk, Sinterklaas. Ja. Ja. Komt u maar. Oh jee, gaat dat? Het gaat ieder jaar moeilijker, hè, Sint? Moeilijker. Het was al een jaar. De ouder al. Zo, maar Sint, de Pieter gaan even kijken. Zitten er achter die bakken misschien, Pieter? Kijk eens eventjes of dat daar kinderen zitten. Of daarboven. Oh, wat is dit erg. Ik zie wel een heleboel schapen. Maar die waren er vorig jaar ook. Ja, die zitten er ieder jaar, hè? Ja. Ieder jaar een heleboel schapen. Dan gaan we nu naar... Wij gaan nu naar het gemeentehuis. Niets, jongens. Niets. Niks. Dan gaan we nu naar het gemeentehuis, naar de burgemeester. Zullen we de Pieter ook eventjes de afstand laten houden, ja. Piet? Hè? Ja. Ja. Want dan weten we toch, jongens. Hier. Anderhalve meter. Dat we die kant op. We gaan naar die kant op. Dan gaan we die kant op. Ja. Gelukkig is het droog weer. Het is geen nat weer meer. Hebben we heel dat stuk gevaren. Veel storm gehad. Heel veel storm. Ik dacht daar straks al. Waarom hoor ik niets? Hè? Nee, het is heel rustig. Want normaal hoor je al muziek. Het is zo rustig. Ik kan wel aan het zwaaien, Piet. Ja, ja, heel goed. Ja, Sint-Nicolaas, u hoeft echt niet te zwaaien. Er is niemand. Er zit boven iemand in het kroetengat. Oh, maar die zit er al heel lang, denk ik. Die zit er al heel lang, ja. Dat is de gevangenis, hè? Ja, ja, dat is ja, ja, dat is... Maar dan kunnen we toch nog gaan zwaaien? Jawel, maar hij zwaait niet terug, hoor. Het valt echt tegen. Nou, jezus. Naar het gemeentehuis dan maar, hè? We gaan naar het gemeentehuis en we gaan aan de burgemeester vragen waarom er hier geen kinderen zijn. Wat is hier in Kuik aan de hand? Klaasje, bonne, 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 gooi wat... Hier woont de burgemeester, Sint-Nicolaas. Hier woont de burgemeester. Ja, ja, hij woont... Hij werkt niet. En hij zal wel heel veel uren maken. Dus dat is een verre hoge werk. En Sinterklaas, weet u dan wat wij komen? Ja, we hebben net met u gebeld. Ja, onze communicatie, Pieter, heeft de communicatiemedewerker van de gemeente gebeld. Ja. En die heeft heel vlug de burgemeester gebeld. En die weet al hier zijn. En die weet waarom ja, we hier zijn. Ja, die moet dat maar eens uitleggen dan. Oké. Okay. Ik ben helemaal niet waar ik weet dat Sinterklaas. Ik sta altijd alleen maar op de kade, ja. Laat u maar voor, Sinterklaas. Goedemorgen, Sinterklaas. Goedemorgen, burgemeester. Dat is toch een verrassing, zeg. Ja, het was ons ook een complete verrassing. Geen kinderen aan de kade dit jaar. Nee, maar u heeft een mondkapje op, dus u weet, en in Spanje helemaal, donders goed wat er aan de hand is. Hè. Ja, maar we hebben drie weken op de boot gezeten. Slechte communicatie met het. En pas in Rotterdam hoorden wij hoe ernstig het hier was. Oh, oh. Ja. We hebben een heel lang boot. Wat naar. Heel veel storm. En we snappen het eigenlijk wel. Ja. Maar we willen toch even van u horen of het echt zo is. Het is echt zo. Maar we gaan, u overvalt me een beetje. Ja. Ik wil u graag net zo mooi ontvangen als dat we aan de Maas gaan doen. Dus komt u even mee de raadzaal binnen. Oh, dat lijkt me een prima alternatief. We hadden u ook gemist. U was er ook niet. Nee. Kijk. En het is hier lekker droog en warm. Klaas, zeg me, houd van zoet. Zeg me, en van knap. Zeg me, en van goed. Zeg me, en ik weet. Zeg me, ben je stout. Waar zijn alle kinderen heen? Zeg me, van je hout. Zeg me, weet je waar. Zeg me, Sint op let. Zeg me, dat je schrijft. Wat zouden de pieten aan het doen zijn? Zeg me, in de zak. Zeg me, van de Sint. Zeg me, zit wel wat. Zeg me, voor elk kind.
Niemand. Niemand te zien. Ja. Eigenlijk gezegd ook heel erg blij en verwachtingsvol te zijn, Sinterklaas en Hoofdpiet. Want u heeft me zo verrast. Ik was gewoon aan het werk en ineens staan daar Sinterklaas en Hoofdpiet in het gemeentehuis van Kuik. Wat ontzettend fijn. Want ja, eigenlijk net als de kinderen zijn de grote mensen kijken altijd geweldig uit naar de komst. En misschien dit jaar nog wel meer dan ooit. Want we hebben wel een jaar gehad, Sinterklaas. Het was corona-jaar, ook in Spanje heb ik begrepen, eigenlijk in de hele wereld. En dat was ook voor de kinderen in Kuik toch wel te merken. Het was, op een gegeven moment hadden ze gewoon school thuis, Sinterklaas. We moesten gewoon, papa en mama waren juf en meester. En ik weet niet of ze net zo goed naar de juf en meester luisteren als naar hun papa en mama. Of misschien moet ik het andersom zeggen. Maar dat was wel wat. Dus als u mij vraagt, want dan vraagt u mij meestal, zijn ze lief geweest? Ik denk dit jaar misschien wel extra lief geweest. Ja, want ze hebben natuurlijk heel moeilijk gehad, hè. Maanden niet naar school, zelfs niet naar de zwemles, want het zwembad was ook dicht. Sportverenigingen dicht, dat was erg voor die kinderen. En dan heb je nog papa's en mama's die thuis moesten werken. Ja. En dan werd het wel heel erg druk en werden in allerijl overal werkplekken gebouwd, hè, in het washok, op de zolder en overal. En dat u dan hier op zondagochtend zo vroeg aan het werk bent, dat begrijp ik wel, want hier is natuurlijk ook alles op afstand. Ja. En normaal gesproken had u vanmiddag aan de kade gestaan, maar dan heeft u nu een snippermiddag vandaag. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik heb vanmiddag een snippermiddag, maar ik had natuurlijk dolgraag op die kade gestaan. Ja, ook Sinterklaas, ik weet niet of u het bij heeft gehouden, maar dat zou mijn tiende keer zijn. Echt waar? Dat wist u? Dat ik de Hoofdpiet en met al die andere Pieten en Sinterklaas op de Maaskade zou kunnen ontvangen. Dat is een jubileum, een tweede lustrum heet dat dan. Maar ik kan u verzekeren, burgemeester, als volgend jaar die corona over is, zullen wij er extra aandacht aan besteden. En dan hebben we het nummertje 11. Ja. Ja. En dat hoort ook bij Kuik, want de 11 kroegentocht kan misschien volgend jaar wel doorgaan, hè? Ja, dan bedoel ik 2022. Hè? Nee, niet, ja, niet, ja, niet ja. Volgend jaar, maar dan is die 11 ook weer van toepassing. Zo is het, Sinterklaas. Zo weet u altijd wel een oplossing. Dat is ook zo fijn aan Sinterklaas, hè? Sinterklaas weet bijna alles. Ja. En Pieter, hier bij de stier, zijn er wel kinderen? Ook niet! Helemaal niet! We gaan weer verder, denk ik. Ja, weer ergens anders heen. Ze moeten toch echt ergens zijn, Pies? Ja, maar waar? Naar de molen? Ik zie hem draaien! Bij de molen zoeken de pieten gewoon verder. Zien jullie al iets? Helemaal niks. Kijk eens even, beste Piet, of je nog staat. Misschien heb ik nog iets van hem. Wij zijn blij en vinden het fijn dat u gekomen bent. We moeten het een beetje improviseren zo in de raadzaal, maar het staat u goed, die zetel waar ik normaal de raad in voorzit. Hij zit ook wel lekker, hè? Hij zit heerlijk. Het is een echte raadszetel. En u heeft een mooie ketting, maar ik heb er ook eentje. Ja. Het is van een andere orde. Laat u eens even zien, Piet. Ja, zo'n lange baard heeft u die kijk, eroverheen. Kijk, ja. Het wordt tijd dat u weer naar de kapper gaat. Ja, 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 dat doen we altijd op de trekreis, Piet. Hè? Ja, prachtig. Kijk, de burgemeester en ik zijn van twee verschillende orders. Daar hebben we ook verschillende kettingen aan. Hè? Ja, ja. Ik heb de Kuikse keten om. Hè? Ja, met nou. Maar met onze Hoofdpiet is ook iets bijzonders aan de hand, begrijp ik. Want u viert ook een beetje een jubileum, of moet ik het anders zeggen? Misschien wel de laatste keer dat u de Hoofdpiet Kuik bent, is het niet? Ja, daar heeft u helemaal gelijk in, meneer de burgemeester. Ik heb
Sint-Nicolaas namelijk gevraagd of dat ik mijn baan in zou mogen leveren en over mogen geven aan een andere Piet, gezien de leeftijd die ik heb en het aantal malen. Ik ben al vanaf 17 jaar ben ik bij Sinterklaas. Kijk. Ik ga nu in Spanje helpen met de cadeaus inpakken. Kijk, dat is meer een als je gaat pensioneren, mag je nog niet pensioneren, maar dan moet je inpakken. Ja, dan ga ik inpakken. Oké, kijk eens aan. Nou, ongelooflijk veel dank. Vanuit het gemeentebestuur, maar namens natuurlijk alle Kuikse kinderen, dat u er al die tijd was. Want u was er altijd net iets eerder dan Sinterklaas. En dan stond u op de kade, al die kinderen toe te zingen, aan te moedigen, hoop in te spreken dat de boot echt nog zou komen. Hè? En dat duurde soms lang. Hè? Het is altijd gelukt. En het is altijd gelukt. Fantastisch. Dankjewel. Nou Sinterklaas, wij hebben er ontzettend veel zin in. We kijken er echt naar uit. Wij ook. We hebben een hele spannende reis achter de rug gehad. Veel storm, slecht weer. En de gedachte aan al die lieve Kuikse kindertjes, dat maakt alle ellende die we gehad hebben weer goed. En natuurlijk de cadeautjes die we mee hebben genomen voor al die kinderen. Ja, want de kinderen, die kunnen, als ze dat willen, vanavond hun schoen zetten. Ja, kijk. En dan zullen we kijken of we al die schoentjes kunnen vullen. Misschien niet allemaal, maar wel een heleboel. Ja, nou dat zou fantastisch zijn. Dat zou echt heel erg fijn zijn. We gaan ons best. Ja, dat zeker. Ja. En jij helemaal, Piet, de laatste keer, hè? Ja, maar stuur me alsjeblieft niet zo hoog meer het dak op, hè, bij die flats en zo. Hè. Nee, ik zal voor jou een flat uitzoeken waar ze ook een lift hebben. Ja, graag. Dat is beter voor jou, denk ik. Hè? Ja, graag. Zie je, Sinterklaas heeft overal een oplossing voor. En zo is het ook dat we, ondanks alle coronabeperkingen, we zitten ver van elkaar, we droegen net een mondkapje, hè, en u verraste ons al met de komst. Maar sommige dingen gaan gewoon door. Zoals Sinterklaas op 5 december, of soms bij sommige mensen is het net een dagje eerder of later, maar dan vieren we Sint-Nicolaas. Nou, dank u wel. Graag. Hartelijk welkom. En ik wens jullie allemaal een hele fijne tijd, kindertjes. Ja. En denk eraan, maak een mooi verlanglijstje hoor. Ja. Er zijn boekjes genoeg waar je in kunt knippen. Tot ziens. Dank u wel. Daar is Sinterklaas.